Dag vrienden, vandaag ben ik alweer. En voor eerst wil ik uiteraard iemand bedanken. Je kent mij, als ik iets krijg of er is iets, ik moet kunnen bedanken. Dus voor mijn verjaardag kwam mijn vriendin op bezoek, Conzita. En ze weet dat ik voor jullie, dat ik lesgeef aan de mensen, dat ik dat allemaal gratis doe. En dat alles naar de dierenkliniek gaat. Dus bracht ze mijn cadeautje mee en ik wil dat toch laten zien. Dat zijn pakketjes stof die ik zelf heel mooi vind. Dat is er eentje van. Dat zijn de hondjes. Bij die hondjes horen de pootjes. Kijk. Dan hebben we nog een met honden. Een pakket. En daar horen dan ook weer pootjes bij. Dus Ida, ik wil u echt wel bedanken, want dat gaat mij helpen. Nu, het van vandaag, dat is dus de zandloper. Ze noemen dat de zandloper. Het ziet eruit als een zandloper. Zie je dat? En het moeilijke aan de zandloper is altijd de perfectie van die punt. Dus wij gaan dat weer op mijn manier doen, op de gemakkelijke manier, niet de echte kwiltersmanier, maar gewoon super gemakkelijk. En ik ga jullie dat laten zien en daarvoor ga ik nu mijn camera een keer proberen zeer goed in te stellen. In de hoop dat van deze keer geen vloe beeld is. Ja, beeld is dus zo gericht dat jullie goed hopelijk kunnen zien. Ik heb mijn machine verzet. Dus ik hoop dat jullie nu duidelijk gaat kunnen zien hoe dat ik zo'n blok heel gemakkelijk maak. Dus we beginnen met twee dezelfde lappen. Jullie kiezen zelf de grootte. De grootte van dit blok wordt dan wel een centimeter ongeveer kleiner. Naargelang je wilt kan je hem nog verkleinen. Ik snij mijn blokken op 22 op 22. Zodat mijn quilt uitkomt. Dus dat kan je dan kiezen wat dat je ook wilt maken, hoe groot dat je die blokken wilt. Dan pakken we een gewone lat. Dus ik gebruik het grief dat de mensen gewoon hebben, want mijn quiltlatten, niet iedereen heeft dat. Dus gaan we weer, gelijk of dat we al een keer gedaan hebben in een les, van hoek tot hoek een lijn trekken. Die lijn gaat het dus niet zien. We gaan dus van hoek tot hoek een lijn trekken. Die ga ik nu stikken. En wel ene keer langs die zijde, niet op de lijn, maar er juist naast. Dus uw voet moet op de lijn komen. Maar uw naald komt dan een kwart ernaast. En hetzelfde in het weer keren. Dus eigenlijk gaan we langs twee kanten van de lijn naaien, want op de lijn gaan we knippen. Ik knip mijn draad niet af. Ik keer gewoon terug. Je hoeft de draad niet af te knippen. Je keert gewoon terug. En dan ben je ook zeker dat het niet verschoven is. Voilà. Dus, dan hebben we het blok. En dat ga ik nu met mijn mes. Jullie mogen dan mijn schaar doen. Ik ben zodanig gewoon van mijn mes te gebruiken. Het speelt geen rol. Schaar, mes, er moet gewoon op de lijn geknipt worden. Zodat je twee hebt. En zoals dat ik al gezegd heb, we vouwen het naar de donkere zijde. De donkere zijde van de stof. En dan heb je zo twee blokken al. Dus uiteindelijk, als we dat nu eenmaal herhalen, ik heb dat nu al gedaan, omdat de video anders te lang is. Dus als je dit nu nog eenmaal herhaalt,
Met twee anderen. Dus ik heb dat blok ervan gemaakt. En dit is de tweede daarvan, want je hebt altijd zo twee blokken. Als je die nu legt, maar dan de pouce langs hier en de lichte kant langs daar. Dus als je die nu zo legt, zo, mooi op elkaar, gewoon op elkaar leggen. Daarna knip je dat toch recht. Dus is dat een millimeterke verschil? Je gaat dan toch, want je moet altijd je blokken recht knippen. Dan gaan we van die hoek naar die hoek een lijn trekken. Voilà, ziezo. Nu gaan we overhoeks zo'n lijn trekken. En nu gaan we weer stikken. Langs deze kant van de lijn en langs deze kant van de lijn. Niet op de lijn. Ik snij het dus niet af. Ik keer dus gewoon terug langs die kant. Voilà. En ik ga het weer herhalen. Voor de mensen die zeggen perfectie, ja, dan moet je een perfect cursus gaan volgen. Bij Bibi is het à la Bibi, maar het gaat allemaal veel sneller. Dus nu gaan we hier op de lijn snijden. Ik zeg nogmaals, willen jullie dat met de schaar doen, dat kan. Ik doe dat altijd met mijn mes uit, gewoonte. En nu kijken we, want als we het nu open doen, hebben wij een perfecte zandloper. En in het midden is dat punt mooi overhoeks. En zo perfect, dat kan je heel moeilijk krijgen als je zo vier driehoeken aan elkaar moet zetten. Dat is zeer moeilijk. Om dan juist in het midden een perfect kruis te krijgen. En op die manier hebben we nu weer twee van die blokken. Dus kijk, hoe lang zijn we bezig? En je hebt al twee van die blokken. Dus ik had er al gemaakt en dan kan je kiezen. Wil je dat zo doen? En dan een beetje meer zo dat je dat ziet. Wil je die er zo aan zetten? Wil je de poezen laten samenkomen? Dat kan ook. Wil je die poezen met die poezen mengen? Dat kan ook. Zo, met die blokken kan je nu doen wat je wilt. Dus dat is de zandloperblok. Dus kijk, probeer het. En ik zou wel heel graag hebben dat als jullie reacties, of, want het is pas door opbouwende kritiek, dat de mens altijd maar verbetert. Dus het kan zijn dat je zegt, ja, maar ja, dat of dat kan beter. Dan mag je gerust bij de reacties zetten. Ik heb graag een reactie. Mag natuurlijk ook een positieve reactie zijn, maar ik heb graag een reactie als het opbouwend is. En niet vergeten, een duimpje omhoog. En als je op de hoogte wilt blijven van al mijn lessen, dan klik je op abonneren. Dat is gratis. Dus nu ben ik hier weer. Nu heb ik mijn camera. Ik hoop echt waar dat deze keer gelukt is. Zo niet, zal ik weer moeten naar beginnen, totdat ik het goed doe. Dus, veel succes, hè. Dag.